L'Oréal Paris heeft een nieuwe foundation op de markt gebracht. En dat is de Infallible 24-Hour Matte Cover Foundation. En zoals jullie in mijn vorige video hebben kunnen zien, was ik helemaal weg van de vorige variant. En nu vraag ik me natuurlijk af, is deze net zo goed? Of is die misschien zelfs beter? Nou, dat gaan we vandaag dus testen. Dus als jij benieuwd bent hoe de textuur van deze foundation is, hoe lang deze blijft zitten en wat het verschil is tussen allebei, blijf dan vooral eventjes kijken. Als je kijkt naar de foundation zie je vrijwel geen verschil. De verpakking is bijna identiek hetzelfde. Maar wat er qua tekst staat aan de achterkant is een beetje anders. De oude foundation belooft dat het dus een 24 uur matte perfection look geeft die niet cakey wordt en ook licht gewicht is met een goede dekking, dus een hoge dekking en shine control. Hierin zit 35 ml en ik heb deze in de kleur 12. Ik heb hem ook in de kleur 11 en ik heb hem ook in de kleur 20. 20 gebruik ik dan meestal als ik wat bruiner ben. Komt niet heel vaak voor, maar als ik wat bruiner ben. En ik dacht altijd dat 11 dus mijn juiste kleur was. Tot ik online dus 12 vond en deze dus veel beter bij mijn huidskleur paste. Dus ik ga in deze video de nieuwe foundation testen tegenover de kleur die het beste bij mij past van de oude foundation. Wat er op de verpakking van de nieuwe foundation staat is dat die dus matteert, dat die een hoge dekking heeft, dat die langhoudend is en dat die lichtgewicht is, maar ook heel natuurlijk eruit ziet. Daarnaast staat erop dat deze dus non-comedonic is en dat betekent dus dat die je poriën niet verstopt. Dat staat op deze dus niet, dus dat is wel echt een pluspunt aan deze. Anderzijds lijken de ingrediënten wel wat te verschillen. Daar heb ik niet zoveel verstand van. Dus als je dat heel belangrijk vindt, dan zou ik je willen adviseren om even naar de winkel te gaan. Qua milliliters zit in deze dus 5 milliliter minder. Ik bedoel, waarom? Maar ja, dat is dus zo. En deze is gemaakt in Frankrijk. En deze is dus ook gemaakt in Frankrijk. Dus voor nu lijkt het verschil alleen nog maar te zitten in dat deze dus niet je poriën verstopt, naturel eruit moet zien en dat hier dus 5 ml minder in zit. Goed, we gaan ze nu even vergelijken qua kleur. Zoals ik dus al zei, ik heb deze in de kleur 12, dat is de kleur Natural Rose. En ik heb deze, dus de nieuwe foundation, in de kleur 110 Vanille Rose. Ja, ik had letterlijk geen idee wat ik moest pakken, maar dit is dus de kleur die ik dus normaal gebruik. Oeh. Op mijn wangen heb ik dus hier de kleur 12 gedaan van de Infallible 24-Hour Matte Foundation. Dat is dus de oude variant. En ik heb aan deze kant dus de nieuwe gedaan. In de kleur Vanille Rose. En ik denk dat de kleuren verschillen wel heel veel. Daar ga ik eerlijk mee zijn. De kleuren verschillen wel veel. Het verschil is wel groot. Maar ik vond zelf die kleur 12... voor mij soms net een beetje een tikkeltje aan de donkere kant als die dan op mijn gezicht zat. En ik denk dat deze heel erg mooi is voordat die dus niet te geel is en niet te roze is. Wat ik ga doen, ik ga de foundation aanbrengen op mijn hele gezicht. En dat ga ik doen met een Real Techniques sponsje. Ik gebruik hier voor de rest geen primer, dagcreme of andere tierenlantijntjes voor. Want ik wil gewoon weten hoe de foundation het doet zonder dat ik er dingen aan hoef toe te voegen. Zodra de foundation op mijn gezicht zit, doe ik de rest van mijn make-up. En kom ik om de 3 uur bij jullie terug om te kijken hoe de foundation presteert. Ik heb nu een beetje mijn hand gedaan. Waarschijnlijk veel te veel. Nu ik deze foundation aan het aanbrengen ben, deze heeft wel een geurtje. Die andere, dus die oude foundation niet. Ik vind het op zich wel fijn. Het is wel een lekker geurtje eigenlijk. Klein beetje bloemig, maar toch ook een beetje chemisch. Nou, de foundation zit erop en ik ben best wel tevreden over de kleur. Ik vind de kleur, ja, dat past echt precies bij mijn hals. Dus wat dat betreft is het voor mij echt de perfecte kleur. Ik had geen kleur donkerder of geen kleur lichter moeten gaan. En wat ik meestal doe als ik foundation heb aangebracht, is dat ik er nog een poedertje overheen haal. En dat ga ik nu in dit geval dus ook eventjes doen, want dat is gewoon hoe ik mijn foundation elke dag draag. De poeder die ik hiervoor ga gebruiken is de MAC... De poeder die ik hiervoor ga gebruiken is de MAC Studio Fix in de kleur NC20. Deze doos heb ik echt al 2 jaar. Oh, deze poeder is zo goed, maar je hebt echt een klein beetje nodig. En die doe ik dus even op mijn
T-zone, want ik heb dus een vette huid. En ik kan me voorstellen dat de mensen die dus een droge huid hebben en deze foundation proberen, daar niet zo over te spreken zullen zijn. Maar we gaan zien wat deze foundation gedurende de dag gaat doen. Ik ga nu lekker mijn gezicht poederen. Ik ga nu eventjes mijn normale make-up aanbrengen en dan ben ik zo bij jullie terug. Zo, ik heb mijn make-up gedaan. Het is nu 11:30, dus om de 3 uur kom ik bij jullie terug. Tot het moment dat ik ga slapen. En dan ga ik gewoon even inzoomen op de plekken waar ik dus heel snel ga glimmen. En waar de foundation heel snel gaat glijden. En dan gaan we zien of de 24-hour matte cover foundation van L'Oréal echt de moeite waard is. Ik doe het eventjes met mijn telefoon. We gaan nu even naar de eerste foundation check. Het is inmiddels 3 uur geleden dat ik de foundation heb aangebracht. En we gaan eventjes van dichtbij bekijken hoe het eruit ziet. Dus spannend. Oké, nou dit is dus dichtbij. Oké, mijn lipstift is afgegaan, maar ik heb net een broodje met saucijs gegeten. Dus dat kan daaraan liggen. Het gaat natuurlijk even om de foundation. En zover ik nu nog kan zien, zit hij er overal echt nog heel mooi op. En ik heb nog helemaal geen last van glans of wat dan ook. Dus so far so good. Hier in mijn neus. Ja, voor mij heb ik hier gewoon niet heel veel aangebracht. Maar het lijkt wel dat hij hier wat meer gaat tekenen wel. Voor de rest ben ik er nog steeds hartstikke tevreden over. Dus we gaan over 3 uur nog een keertje inchecken. Inmiddels 6 uur geleden nadat ik de 24-hour matte cover foundation van L'Oréal heb aangebracht. En we gaan nu even kijken hoe het eruit ziet na 6 uur. Ik heb er even een spiegeltje bij gepakt, want ik vind het dat ik het dan altijd iets beter kan zien. Wat ik zie is dat er een lichte glans op mijn voorhoofd is gekomen. Daar dus. En een klein beetje naast mijn neus. Op mijn kin valt het nog reuze mee. Maar op de plekken waar ik dus normaal glans, is nu wel iets van glans te zien. Maar het is geen lelijke glans. Dus so far, so good. Het is inmiddels 9 uur geleden. En we gaan weer eventjes kijken hoe de foundation erop zit. Ik weet niet wat er net viel. Maar de foundation zit er nog even goed op als 3 uur geleden. Ik heb wel een beetje aan mijn neus gezeten, omdat ik een heel klein beetje verkouden ben. Maar voor de rest nog steeds flawless. Zo, het is inmiddels 11 uur geleden nadat ik de foundation heb aangebracht. En ik ga zo naar bed, want het is 10:30 en ik ben echt heel erg moe. En ik ga nu voor de laatste keer in de spiegel kijken om te zien of de foundation er nog mooi op zit. En of dat mijn glans van mijn gecombineerde vette huid er doorheen komt, ja of nee. Als je van een afstandje kijkt, dan oogt het zeker nog heel mooi. Ik zie wel dat bij mij hier de glans wel echt doorheen komt. Maar als ik het dan op mijn vingers doe, oogt het niet vet. Het voelt ook niet vet als ik dit doe. Sterker nog, het wordt gewoon weer mat als ik dit doe. Oké, nou dat is ook wel fijn om te weten. Voor de rest, ja, ik ben natuurlijk hier een beetje aan het glimmen en op mijn voorhoofd. Normaal gesproken heb ik dat op mijn kin ook. Ik vind mijn kin eigenlijk wel heel erg meevallen. Dus dat is wel een voordeel. Wel vind ik dat die hier een beetje patchy wordt, zeg maar. In de zin van niet overal gelijk verdeeld. En dat zou kunnen komen doordat ik laatst hier heel veel puistjes heb gehad. Maar echt dat ik dacht van, wat moet ik hiermee? En dat het daarom nog een beetje lastig gebied is. Want over het algemeen zit de foundation op mijn voorhoofd en wangen er nog wel heel netjes op. Want mijn neus is een beetje af. Maar wat ik al zei, ik ben een beetje verkouden. Dus ik heb af en toe met een doekje zo heen en weer gedaan. Maar ondanks dat de foundation er nu 11 uur lang op zit, vind ik het echt nog steeds zeker de moeite waard om deze aan te schaffen. Dit was dus mijn review van de 24-hour matte cover foundation van L'Oréal. Heb jij ook een vette of gecombineerde huid, dan zou ik deze foundation zeker willen aanraden. En voor nu ga ik deze video dan ook afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren om meer video's te zien over beauty, reizen, lifestyle en ondernemen. En dan zie ik je hopelijk de volgende keer weer terug op mijn kanaal. Doeg!